In deze video ga ik uh, het NWU volledig uit de doeken doen. Dat is eigenlijk een van de moeilijkste zinsdelen die er zijn. Uh, om te beginnen moet je begrijpen dat een uitdrukking niet alleen een zegswijze of een spreekwoord kan zijn. Ja. Het kan ook gewoon een groep woorden zijn die samen een bepaalde betekenis hebben, maar die toch geen zegswijze of geen spreekwoord zijn. Dat is punt 1 dat toch duidelijk moet zijn. Wat is nu eigenlijk het NWU? Wel, het NWU is dat deeltje van die uitdrukking dat geen werkwoord bevat. Want het is zo dat een uitdrukking altijd een werkwoord bevat en een deeltje dat geen werkwoord bevat. Ja? We gaan eens kijken naar deze zin. Al snel kregen de jagers het hertje in de gaten. Ja? De PV is kregen, de jagers is onderwerp. Ja? Wat is er eigenlijk de uitdrukking in de zin? Wel, iets in de gaten krijgen. Als je iets in de gaten krijgt, oké, okay, dan heb je iets gespot, iets gezien. Nu, wat is het werkwoordelijk gedeelte van die uitdrukking? Dat is kregen. Dat ga je altijd benoemen met ofwel pv, infinitief of voltooid deelwoord. In dit geval is het een pv en hoef je er dus absoluut niet bij te schrijven werkwoordelijk deel. Wat is dan het NWU? Dat is het deeltje dat geen uh, werkwoord bevat in die uitdrukking. De uitdrukking was iets in de gaten krijgen. Dus in de gaten is eigenlijk dat NWU in deze zin. Voilà. De volgende. Na het lange onderzoek kwamen ze de fraudeurs op het spoor. Denk eens logisch na. Zet gerust de video pauze. Over wat hier de uitdrukking in de zin kan zijn. De uitdrukking in de zin hier is ja, iets op het spoor komen. Dat wil dus zeggen dat je iets ontdekt hebt. Ja. Iets op het spoor komen heeft, zoals elke uitdrukking, een werkwoordelijk stukje en een niet werkwoordelijk stukje. Het werkwoordelijk stukje is in dit geval kwamen, de PV. Dus daar moeten we dan noteren. PV. Op het spoor is het deeltje dat geen werkwoord bevat van die uitdrukking en dat is dus het NWU. Op het spoor is NWU. De verdachte viel door de mand toen de laatste getuige binnenkwam. Door de mand vallen is hier een uitdrukking. Ja. Door de mand vallen. Hè. Vallen is het gedeelte met het werkwoord. Dat gaan we altijd benoemen als PV, infinitief of voltooid In deze zin is het duidelijk dat het de PV is. Het stukje dat geen werkwoord bevat, het NWU dus, is in deze uitdrukking door de mand. Dus door de mand. Voilà. Hij steekt graag de draak met de nieuwe juf van of voor MO. De draak steken met iets of iemand, dus iemand belachelijk maken. De draak steken. Oké, okay, steken is het stukje met het werkwoord. Dat is in dit geval de PV in de zin. De draak is het NWU. Dat is het niet werkwoordelijke stukje van die uitdrukking. Voilà. Tijdens wiskunde maken we zeker 50 oefeningen. Oké, okay, wat is de PV maken? Allee, maakten. Ja, dat is de PV. De vraag is, is er hier wel een uitdrukking in de zin? Want voor een uitdrukking moeten we meer dan één woord hebben. Dat een bepaalde betekenis heeft. In dit geval is er enkel het werkwoord maken, maar daar is niets aan te koppelen. Ja? Dus, in deze zin is er gewoonweg geen NWU. De volgende. Mama bakte een reuzegrote taart voor onze verjaardag. Oké, okay, wat is die handeling in die zin? Bakken. En bakken op zich... Maak duidelijk wat die handeling is, het heeft geen andere woorden nodig, dus er is hier ook geen uitdrukking. Ja, nogmaals, voor een uitdrukking heb je ja, minstens eigenlijk drie tot vier woorden nodig die samen een bepaalde betekenis hebben. Ja, zoals iets in de gaten houden. Geen NWU dus ook in deze zin. Dirkje sloeg een flater toen, uh, toen hij zei dat 23 gedeeld door twee 12 was. Oké, okay. mensen met een beetje taalgevoel voelen meteen, oké, okay, hier zit er eentje in, een uitdrukking, namelijk een flaterslaan. En een flaterslaan zijn drie woorden die altijd samen gebruikt worden om duidelijk te maken dat je een serieuze vergissing hebt gemaakt. Wat is het deeltje met het werkwoord? Dat is slaan, in dit geval sloeg in de zin, dat zullen wij dan benoemen met PV. Wat is het stukje dat geen werkwoord bevat van de uitdrukking? Een flater slaan, dat is een flater. Dus dat is N-W-U. Voilà. 8. Op 63-jarige leeftijd gaf mijn zieke opa de pijp aan Maarten. Hier zit er echt een klassieke uitdrukking in, namelijk de pijp aan Maarten geven. Dat wil zeggen dat die persoon gestorven is. De pijp aan Maarten geven. Waar zit het stukje met het werkwoord? Wel, geven, gaf in deze zin. Dat zullen wij benoemen met PV. De pijp aan Maarten is het deeltje dat geen werkwoord bevat, eh, bevat en dat is dus eh, ons NWU, de pijp aan Maarten. De voorlaatste, na een technisch defect, gaf de machine definitief de geest. De geest geven, iets dat de geest geeft, dat wil zeggen, het gaat stuk. Het werkt niet meer. Wat is het stukje met het werkwoord? Wel, geven gaf in deze zin, dat is de PV. En wat is dan de geest? Wel, de geest is dat stukje van die uitdrukking dat geen werkwoord bevat. Dus dat is het N-W-U. De geest. De allerlaatste. Toen de inbreker de bewoners hoorde thuiskomen, nam hij de benen. Je voelt meteen, denk ik, dat hier een uitdrukking in zit, namelijk de benen nemen. Je kan niet letterlijk iemand zijn benen gaan nemen. Ja. Nou, dat kan je wel, maar dat is duidelijk hier niet eh, wat ze bedoelen. Hè. De benen nemen, dat wil dus zeggen. Ja, gaan lopen, vluchten. De benen nemen is dus een uitdrukking. Het gedeelte met het werkwoord erin is nemen, in dit geval nam in de zin. Dat zal dus de PV zijn. Wat is het deeltje van die uitdrukking dat geen werkwoord bevat? Het NWU dus. De benen. Voilà. Veel succes.